Mevrouw de voorzitter, miljoenen Nederlanders zitten in een diepe financiële crisis. Ze worden keihard in de steek gelaten door dit kabinet. Gepensioneerden, mensen met een uitkering, mensen met een baan, gezinnen, ze redden het vaak niet meer. De inflatie is torenhoog en alles wordt alleen maar duurder. De boodschappen, de energierekening, de prijs van benzine en diesel, het is onbetaalbaar. En een paar weken geleden heb ik mensen die het financieel moeilijk hebben gevraagd mij hun verhaal toe te sturen. En daar is massaal op gereageerd. En de reacties zijn hartverscheurend. Wat een leed in Nederland. Wat een financiële ellende. En ik zal hier vandaag een aantal van die verhalen vertellen. En ook concrete voorstellen doen om die mensen te helpen. Want zo kan het echt niet langer. Voorzitter, zo schrijft de mevrouw dat ze al 3 jaar lang niet naar de tandarts is geweest, de verwarming op 17 graden zet als het fris is en geen bloemetje meer kan kopen als ze naar het kerkhof gaat om het graf van haar man te bezoeken. Een stel met 2 kinderen, waarvan de man fulltime werkt en de vrouw parttime, schrijft me dat ze na het betalen van de vaste lasten zo weinig overhouden dat ze wekelijks naar de voedselbank gaan. En een mevrouw die in de thuiszorg werkt, schrijft wat ze tegenkomt bij haar cliënten. Mensen met reuma, die geen geld hebben om de verwarming aan te zetten als het koud is en met een dikke sjaal om de hele dag in bed blijven liggen. Mensen die hun wasmiddel aanlengen met water om er langer mee te doen. Die hun zieke huisdier laten inslapen omdat ze de rekening van de dierenarts niet meer kunnen betalen. Of de mevrouw die me schrijft dat haar energierekening is gestegen van 200 naar 550 euro en ze de maandelijkse bijdrage van 500 euro voor het verpleeghuis van haar man niet meer kan betalen. Ik weet echt niet meer wat ik nu moet doen, schrijft ze wanhopig. Of de meneer met hartfalen die eerst niet mee wilde met de ambulance omdat hij dan zijn eigen risico helemaal zou moeten betalen. Of de mevrouw die mailt dat ze chronisch ziek is en moet kiezen tussen medicatie of voedsel, want allebei is te duur. Of het echtpaar, voorzitter, dat de halve huisraad al heeft verkocht op Marktplaats om boodschappen te kunnen doen. En dan de meneer van 93 jaar oud, die zijn hele leven, schrijft hij, keihard heeft gewerkt en nu 25 euro per week over heeft om boodschappen te kunnen doen. Hij is ontzettend boos op de premier en zegt te weinig geld te hebben om van te leven, maar net te veel om dood te gaan. Of de werkende moeder van 2 zonen die vanwege haar inkomen geen enkele toeslag krijgt, maar het ook niet trekt van haar salaris. Of de meneer met alleen AOW die het allemaal niet meer kan betalen en die er ook niet meer tegen kan, die er geen zin meer in heeft. Hij kreeg van de apotheker zijn medicijnen niet mee omdat hij moest meebetalen. Maar hij kon niet bijbetalen. Hij moest bijbetalen, maar hij had het geld niet. Dus ging de meneer zonder medicijnen naar huis. Voorzitter, ik krijg er kippenvel van dat dit gebeurt. Of het gezin dat de vaste lasten en vooral de energierekening niet meer kan betalen en alleen nog oud brood bij de bakker koopt en 3 dagen per week gekookte macaroni eet. Of de oud-militair met PTSS die zegt ten einde raad te zijn, omdat hij de reiskosten naar zijn behandelaar, zijn therapeut, niet meer kan betalen. Het gewone volk gaat kapot, meneer Wilders, schrijft hij mij. Of de man van 79, die alleen AOW heeft, met een klein pensioen van 30 euro per maand en bijna door al zijn spaargeld heen is. Hij hoopt, zo schrijft hij, op deze manier de 80 niet te halen. Voorzitter, dit is Nederland anno 2022. En mevrouw Kaag en meneer Rutte zouden zich kapot moeten schamen dat ze dit laten gebeuren in een rijk en welvarend land als Nederland. Het is toch te krankzinnig voor woorden en ook niet uit te leggen dat ze wel 100 miljard uitgeven aan asielzoekers, stikstof, klimaat, ontwikkelingshulp, maar onze eigen mensen laten stikken. Het is zo erg dat inmiddels zelfs asielzoekers op luxe cruiseschepen worden ondergebracht, terwijl veel Nederlanders niet eens meer op vakantie kunnen. In welk D66-circus zijn we hier beland, voorzitter? Wat zijn dat voor een idiote prioriteiten? Onze koopkracht, onze boeren, onze zorg, onze huizen, onze pensioenen, alles wordt kapot gemaakt. Door het slaafs ja-knikken van premier Rutte naar mevrouw Kaag tijdens de onderhandelingen voor dit kabinet zijn we nu in een soort van giftige D66-dictatuur beland.
Vind je het gek dat nog maar 82% van de Nederlanders vertrouwen heeft in dit kabinet? Geen vertrouwen heeft in het kabinet. Nog maar 18% vertrouwt dit. En een fatsoenlijk kabinet zou dag en nacht bezig moeten zijn, dag en nacht, om de financiële problemen van die Nederlanders te helpen. Dat zou de prioriteit 1, 2 en 3 moeten zijn. Maar dat is het dus niet. Mevrouw Kaag en meneer Rutte vliegen zelf wel in luxe vliegtuigen van Davos naar Washington en andere plekken op de wereld om zich daar lekker te laten fêteren en te genieten van 5-sterrenhotels en dure diners. Ze kennen zelf het woord crisis alleen uit de krant. Ze hebben geen idee hoe een groot deel van onze bevolking lijdt. We hebben een premier en een vicepremier die totaal zijn losgezongen van de werkelijkheid van de gewone man en vrouw, van miljoenen Nederlanders. En dat is verschrikkelijk. Voorzitter, ik heb in 6 amendementen 6 concrete voorstellen gedaan om de koopkracht van mensen nog dit jaar te verbeteren. Geef maar 10 miljard euro minder uit aan stikstofbeleid en meer aan onze mensen. Mijn eerste voorstel is: verlaag de huren vanaf 1 juli met 10%. Mijn tweede voorstel is: zet tijdelijk tot 1 januari het lage btw-tarief op 0%, zodat boodschappen weer betaalbaar worden. Mijn derde voorstel is: zet de brandstofaccijnzen op benzine en diesel ook tijdelijk op 0%, zodat een liter benzine minstens 65 cent goedkoper wordt. Zet ook de btw op gas en elektriciteit op 0%, zodat mensen hun energierekening weer kunnen betalen. Verhoog de energietoeslag voor mensen met een smalle beurs naar 1200 euro. En verhoog ook voor die vele mensen, voorzitter, met alleen maar een klein aanvullend pensioen, verhoog de inkomensondersteuning AOW met 25 euro per maand. Dat is toch niet te veel gevraagd. En veel mensen zijn daarbij geholpen. Voorzitter, dit is een broodnodig en realistisch plan, waarmee we miljoenen mensen nog dit jaar kunnen helpen, zodat ze hun leven weer een beetje op de rails kunnen krijgen. Zodat ze een ander toekomstperspectief krijgen dan de bittere armoede die Kaag en Rutte voor ze in petto hebben. En ik hoop dat ze er goed over na willen denken. Dank u wel, meneer Wilders. Dat is een interruptie van de heer Paternotte, D66. Voorzitter, de heer Wilders noemt een aantal verhalen van Nederlanders die natuurlijk iedereen hier raken en volkomen terecht dat hij die aan de orde stelt. Ondertussen geen woord van de heer Wilders over hoe het komt dat die energieprijzen zo hoog zijn geworden. En dat snap ik wel, want dat heeft alles te maken met Vladimir Poetin. Heeft alles te maken met het feit dat Rusland een land is binnengevallen, dat de sancties hebben moeten instellen, de energieprijzen zijn aangejaagd en daardoor de inflatie zo hoog is. En voorzitter, de grootste vriend van Vladimir Poetin in dit parlement, die staat daar, dat is de heer Wilders. Hij heeft zelfs een vriendschapsspeldje van hem gekregen. Dus mijn vraag is, als je ook eens kijkt naar de oorzaak van waar we nu in zitten, economisch, is hij bereid dat te erkennen en is hij bereid om dat vriendschapsspeldje retour te sturen naar Moskou? De heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, het is een schande dat de fractievoorzitter van D66 dit debat voor mensen die hun medicijnen niet kunnen betalen gebruikt en misbruikt voor zijn platte PVV-haat. Ga die gewoon in op de punten die ik noem. En als u het over de oorlog heeft, dan zeg ik u, want de minister-president heeft ook vaker de oorlog als excuus gebruikt dat het allemaal zo slecht gaat, dat dat gelegenheidssmoesjes zijn. Al voor de oorlog, in december vorig jaar, had Nederland een inflatie van bijna 6%. Toen was er nog geen oorlog. Helemaal niet het geval. Al voor de oorlog bestond iedere liter benzine voor meer dan 1 euro uit accijns en btw. Allemaal kosten die de pan uitrezen al voor de oorlog. Al voor de oorlog heeft deze minister-president Nederland 100 keer een betere koopkracht beloofd. Van 1000 euro tot iedereen in de plus tot weet ik wat allemaal. Het bleken allemaal leugens te zijn. Maar wat u wel heeft gedaan met uw eenzijdige boycott van olie naar Rusland, is dat u niet de Russen heeft gepakt, maar dat u Nederland heeft gepakt. Want ik zeg u, Rusland, mevrouw de voorzitter, exporteert inmiddels alleen maar meer, althans voor meer geld, fossiele brandstoffen. De fossiele brandstoffen zijn door de boycott van Europa in prijs gestegen. Dus de Russen krijgen nu meer geld voor hun export. Ze exporteren nu naar India, ze exporteren naar China. Dus het doel van u was, met die olie-export, was om de oorlogskas van Poetin leger te maken. Iets wat ik een
fantastisch doelstelling vindt. Alleen hij heeft het tegenovergestelde bereikt. Hij krijgt meer voor zijn olie. Hij haalt het van andere landen. En weet u wie de dupe is, meneer Paternotte? Weet u wie de dupe is? Dat is die Nederlandse burger. Dat is die Nederlandse burger die door uw spelletje, Poetin, wordt er geen cent armer van, maar onze Nederlander wel. Want de Nederlander krijgt te maken met een hogere olieprijs, met een hogere energieprijs en kan zijn rekening nog minder betalen. Nu u weer. Heer Paternotte. Voorzitter, wat een onzin. Als er iemand is die steeds de verkeerde voorstellen doet, dan is het Wilders. Want 10 jaar geleden wilde hij bezuinigen op Defensie. Toen hij die 2 jaartjes gedoogpartner was, is er bezuinigd op Defensie. Waardoor we nu extra moeten investeren om de Oekraïners te kunnen helpen. En Wilders was altijd de man die het felste streed tegen investeringen in duurzame energie. Allemaal onzin volgens hem. Maar het feit dat we te weinig duurzame energie hebben, dat bepaalt dat nu de mensen aan de pomp zoveel betalen. Dat de energieprijzen stijgen. En dat we afhankelijk zijn geweest van Rusland. Dus voorzitter, hij heeft dat vriendschapsspeltje van Poetin. En het eerste wat hij hier voorstelt, nu ik erover vraag, is om de sancties tegen Rusland, om die maar weer op te heffen. Maar helemaal niets heeft hij te bieden aan de Oekraïners die zijn aangevallen, waar tienduizenden mensen zijn gestorven voor hun vrijheid. Dus nogmaals mijn vraag. Staat de heer Wilders aan de kant van Poetin of staat hij aan de kant van Nederland? De heer Wilders. Voorzitter, ik sta alleen maar vanaf de eerste dag dat ik hier ben voor Nederland. Ik sta hier om niet over de oorlog te praten. Ik sta hier om op te komen voor de Nederlandse burger die het niet meer trekt. Die het niet meer trekt omdat u dankzij D66 totaal de verkeerde kant op gaat. U maakt de economie kapot. U maakt met uw stikstofbeleid de boeren kapot. U zet de grenzen wagenwijd open zodat we in Nederland overstroomd worden met asielzoekers. Kost bakken met geld. Kost miljarden per jaar. Allemaal geld wat we hadden kunnen besteden aan die Nederlander, aan die boeren, aan die mensen die nu hun rekening niet kunnen betalen, aan die 93-jarige man die zijn medicijnen niet meekrijgt met de apotheek. Maak u zich daar eens druk over. Ik sta hier juist voor de Nederlanders om voor hun op te komen en uw spelletje zal er niet bij werken. De heer Paternotte. Voorzitter, nog steeds geen enkel antwoord. Want wat is nou de reden dat zoveel Nederlanders problemen hebben en te weinig geld te besteden hebben? Voor het allergrootste deel is dat het feit dat ze te veel geld kwijt zijn aan energie, aan elektriciteit, aan inderdaad warm in dat huis kunnen zitten, aan gas en aan brandstof aan de pomp. Allemaal dingen die we importeerden uit Rusland. En waarvan de Duitse bondskanselier ook heeft gezegd, dat was een historische fout dat we daarop hebben gerekend. En daarom stelde ik de vraag, omdat Wilders hier altijd de grootste voorstander was van warme banden met Rusland, van die fossiele brandstoffen daar gewoon vandaan blijven halen en nu tegen elke hulp aan Oekraïne is, of hij bereid is om dat vriendschapsspeltje, dat teken dat hij hier de grootste vriend van Poetin in het parlement is, om er afstand van te doen en te zeggen, nee, ik verbreek die vriendschap met Rusland. Is hij daartoe bereid? De heer Wilders. Voorzitter, ik ga niet in op goedkope retoriek die de oorlog misbruikt voor dit koopkrachtdebat. Al vraagt hij het 100.000 keer. Maar ik weet wel dat ik die olieboycott niet had ingesteld. En waarom niet? Niet omdat ik een vriend van Poetin ben. Poetin is de grote agressor hier. Dus het is zeer terecht dat Poetin wordt aangepakt. Maar niet omdat het de Nederlandse bevolking raakt. Doordat u eenzijdig, de premier met anderen, nogmaals, de olieboycott heeft ingesteld, is de prijs van olie gestegen. Daardoor krijgt Poetin nog steeds zijn geld als hij zijn olie verkoopt aan India en China. Hele grote landen waar hij ontzettend rijk van wordt. Geld wat hij misbruikt voor zijn verschrikkelijke oorlogsmachine. En het gevolg is dat hij dus meer geld heeft. Hè, dus meer uw vriend dan mijn vriend. U zorgt ervoor dat Poetin meer geld krijgt doordat hij door die olieboycott geld, olie voor meer geld elders verkoopt. En de Nederlander is de klos. De Nederlander kan zijn rekeningen niet betalen. De Nederlander weet niet hoe hij dadelijk met een sjaal aan het bed moet blijven liggen omdat hij dankzij de boycott van D66 zijn energierekening kan betalen. Nu u weer. Dank u wel. De heer Van Raam, Partij voor de Dieren. Ja. Voorzitter, dank u wel. Ik werd eigenlijk wel geraakt door het betoog van de heer Wilders. De opsomming van de problemen die hij schetste van de Nederlander. Wat me daar vooral in raakte, en daar wil ik hem een compliment voor geven, is dat hij het over alle Nederlanders had. En dat is toch best bijzonder voor een man die veroordeeld is voor het opzetten van groepen tegen elkaar. En mijn vraag is nu de volgende. Hij stelt een aantal maatregelen voor en dat is eigenlijk pleisters plakken. Dat zijn geen structurele maatregelen om inderdaad alle Nederlanders te helpen. Dus mijn vraag is, vind ik de PVV aan mijn zijde als we voorstellen doen om structureel bijvoorbeeld het belastingtarief op arbeid te verlagen en bijvoorbeeld vervuiling zwaarder te gaan belasten? Heer Wilders, ja, ik heb geen voorstel. Dan blijf je structureel namelijk doen voor alle Nederlanders. Ja, nogmaals, de eerste onzinopmerkingen laat ik even terzijde. Wat ik hier voorstel is
per saldo voor alle Nederlanders, want ik wijzig de wet en doe voorstellen voor iedereen. En ja, ik heb geen voorstel van u gezien. Ik weet alleen maar dat wij het verlagen van de BTW op boodschap alleen al. Ik was vorige week bij de Aldi. Later bleek dat ze daar boos over waren, maar ik zag daar bij de Aldi. Ja, echt allemaal mensen, oude mannen en vrouwen, maar ook jonge gezinnen die een karretje hadden. En daar zaten 10 euro bij zich. 10 euro. Daar konden ze 3 dagen moesten ze daarvan eten. En daar lagen 4 producten in dat mandje. 4 producten. We moeten ons toch doodschamen dat we in Nederland mensen hebben die met 1 karretje, met 4 producten tegen mij zeggen, ik kan niet eens maar melk kopen. Er zat andijvie in, een stuk kaas en niet eens vlees, niks. Mensen hadden gewoon geen geld daarvoor. Daar moeten we wat voor doen. En een land als Polen, mevrouw de voorzitter, een land als Polen heeft nu de BTW op 0% gezet. Hè, het land Polen, weet u nog? Wat 10 miljard euro per jaar van de Europese Unie en dus ook van Nederland krijgt. Daar doen ze het wel, de dingen. En wij, onze eigen mensen, kunnen hun eigen boodschappen niet meer betalen. Kunnen hun eigen energierekening niet meer betalen. Kunnen hun ziektekosten niet meer betalen. We moeten ons toch hier doodschamen als we daar niets aan doen? Dat is mijn antwoord op uw vraag. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Wilders.